Ik sta hier voor het Health Center. Hier komt een groep vrouwen bij elkaar. En zij hebben elkaar eigenlijk gevonden als soort lotgenoten, omdat zij allemaal moeten dealen met AIDS. Ze vormen nu samen een supportgroep. En echt alle vrouwen die ik heb gesproken benadrukken één ding. Namelijk dat ze sinds ze deze groep vormen zich minder alleen voelen en dat ze het taboe rondom HIV achter zich hebben kunnen laten. Hun leven is natuurlijk nog steeds niet makkelijk. Veel van hun mannen zijn overleden. Het is mooi om te zien hoe ze elkaar helpen met de opvoeding en dat ze zorgen voor elkaars kinderen als één van hen ziek is. Doordat ze voor elkaar klaarstaan, hebben ze veel meer vertrouwen in zichzelf, hun toekomst en de toekomst van hun kinderen. Toen mijn man overleed, dacht ik dat mijn leven over was. Ik wist dat ik HIV had en verwachtte daar snel aan te sterven. Ik was niet sterk, ook niet mentaal. Toen ik via Dorcas hoorde van deze supportgroep, heb ik me direct aangesloten. Door lid te zijn van deze groep heb ik geleerd dat ik niet de enige ben. Dorcas heeft me toen geholpen met mijn basisbehoeften. Ik kreeg een matras, lakens voor op bed en een training hoe ik mijn eigen voedsel kan verbouwen. Ook heeft Dorcas een tijdje de schoolkosten van mijn kinderen betaald. Inmiddels heb ik een inkomen dat hoog genoeg is om de schoolkosten weer zelf te kunnen betalen. Mijn kinderen en ik hebben genoeg geld om elke dag te eten. Mijn leven is veranderd. Ik ben heel dankbaar. Ja.